Oké. Goed, ik ben dus Hendrik Smit. Hendrik Losdorp. Hallo en welkom. Een mineraal. Een mooi mineraal. De mineralen waar ik het vandaag over heb, zijn de mineralen die ons lichaam nodig heeft. En wat dat betreft is er een zekere link met die mooie mineralen en wat we zelf nodig hebben. Namelijk, de elementen die je in deze mineralen vindt, zijn ook de elementen die we nodig hebben in onze voeding. Die worden mineralen en sporenelementen genoemd. Maar net zoals bij de mineralen in de natuur, deze, zijn er ook elementen die we niet willen hebben. Die worden gerekend tot de zware metalen. Dus wat dat betreft een beetje willekeurig. Hier hebben we een overzicht, wel bekend van het scheikundelokaal. En hier tussen staan de mineralen die we dagelijks nodig hebben voor een goede stofwisseling. Wat dat betreft hadden onze voorouders het een stuk makkelijker, omdat er nog niet zoveel gebruik werd gemaakt van kunstmest. Hier hebben we Justus van Liebig, die in de 19e eeuw de basis legde voor de kunstmestindustrie. Daar kreeg hij ook spijt van. Uiteindelijk was de conclusie dat je voor goede groei van gewassen maar 3 elementen nodig had. Kalium, fosfor en stikstof. Hier zien we wat er gebeurt als je niet de juiste mineralen binnenkrijgt. Een gebitafwijking. En omdat de tanden staan in een onderdeel van het skelet, vertelt het je ook direct wat over de rest van het lichaam. Hier hebben we alle mineralen en sporenelementen bij elkaar. In het groen de elementen die we de meeste nodig hebben. Dus natrium en chloor, dat krijgen we gewoon uit keukenzout. Zeezout natuurlijk. Dan kalium, calcium en magnesium. Die vinden we vooral in groente en fruit. Dus heel goed voor ons hart- en vaatstelsel. In het blauw de sporenelementen met zink, wat energie geeft. En seleen, wat beschermt tegen kanker. Het voert ook kwik af. In iedere kankercel hebben ze tot nu toe ook kwik gevonden. En in het roze zijn de elementen waar nog twijfel over is. Ik denk dat we fluor en arsen gewoon van de lijst af kunnen halen. Nou, om van die kunstmest af te zijn en die groenten die daarmee grootgebracht worden, zou ik om te beginnen biologisch gaan eten. Nou, even wat voorbeelden van voedingswaren. Familie ui is een goede bron van seleen. Dan hebben we de bladgroenten. Er zit ook weer wat zink in, goed voor de energie. Dierlijke eiwitten, zoals ei. Vis met seleen. Zeggen ze, ja, er zit veel kwik in. Maar er zit ook veel seleen in, dat is het tegengif. En vlees. Ik zou haast zeggen, neem orgaanvlees. Er zit net even iets meer in. De amandelen, ook een... Alle noten in het algemeen zitten heel veel mineralen in. De bonen en peulvruchten in het algemeen. Champignons, wederom veel seleen. En zeewier is ook een hele goede bron van mineralen. In het algemeen natuurlijk zeezout ook. Omdat het een breed spectrum aan mineralen aan ons kan bieden. Hier hebben we een overzicht van eigenlijk alles wat we kunnen eten. Er zit ook onkruid tussen. Want je kunt bijvoorbeeld paardenbloem kun je heel goed eten. Of je maakt er sap van. Beetje bitter, maar heel gezond. Zeegroenten, dat is ook wat nieuws. En heel erg lekker en gezond. Barsjes vol met mineralen. Dat geldt ook voor algen zoals chlorella en spirulina. Die worden speciaal gekweekt om hun voedingswaarde. Er zijn mensen die daar dagelijks een paar pilletjes van innemen. Dus bij elkaar gestampt algemateriaal. En dan zijn er nog stoffen waardoor we mineralen juist kwijtraken. Een hele beruchte is suiker. Daar krijg je zo'n gebit van, zoals we net zagen. Koffie is in die zin ook niet zo gezond. En dan hebben we nog fitinezuur, wat een hele natuurlijke stof is. Die er toch voor zorgt dat we mineralen kwijtraken. Het is een stof die planten toevoegen aan hun zaadmateriaal. Om ervoor te zorgen dat dat zaadmateriaal niet dient als voeding voor andere wezens. En we vinden het veel terug in peulvruchten en granen. Vooral tarm is funest wat dat betreft.
En er zijn wel methoden om er vanaf te komen, maar dat gaat voor nu even iets te ver. Zo, dat was het wat betreft mineralen. Voor wie nog wat wil nakijken, staan onder de clip nog wat links, zoals altijd. Eigen verantwoordelijkheid. En ik heb inmiddels een mooie kop sla gevonden, waarvan ik denk dat die barstens vol met mineralen zit. Bedankt voor het kijken.